is zaterdag 11 juni. We hebben de hele week gerepeteerd. En vandaag is een speciale dag. Want vandaag gaat een gedeelte van de cast en Tom, onze regisseur, naar de verjaardag van Harry Musquet. Harry Musquet van QB and the Blizzards is deze week 70 jaar geworden. Dus als je de blues hebt, kan je toch wel oud worden, blijkt. Dus niet altijd met vroeg doodgaan en zo. Dus met de blues is ook soms met oud worden. Nou ja, we gaan vandaag daar iets speciaals doen. Ook een beetje omdat Tom Harry kent. Maar ook wel een beetje natuurlijk stiekem om onze bluesopera onder de aandacht te brengen. Want, en dat weet u misschien nog niet, maar Harry doet mee in de bluesopera. Harry heeft een soort van, zoals ze dat in films noemen, een cameo. Dus hij speelt zichzelf. Dat is makkelijk als je een blueslegende bent. Dan speel je gewoon jezelf. Dat scheelt. Volgens mij weet hij helemaal niet dat we komen. En nou ja, zo. En dan gaan we ook nog proberen een beetje zieltjes te winnen voor de bluesopera. Zodat een menig een denkt van, daar wil ik ook bij zijn. Dus ik zou zeggen, kijk maar weer even mee. Je moet even daar je auto kwijt. Even wat lawaai maken. Lawaai maken. Nou, daar gaan we dan, mijn jong. Dit is mijn orgel. Dan moet je nou eens achter je kijken. Ja, wil jij met. Die kwamen dus uit Amersfoort. Dus die heb ik ook een stapel. Wat ben je aan het doen, Petra? Ik ben gaatjes in de affiches aan het slaan, zodat zometeen die tie wraps erdoor kunnen. Oké, want het begint een beetje te waaien. Ja, precies, maar dan doen we hem om een lantaarnpaal of zo heen. Ja. Kan jij heel even voor de record uitleggen wat dit precies is hier vandaag? Dit is de start van de Tour de Citroën. Dus er komen allemaal oldtimer Citroëns, die komen hier zometeen naartoe. En die krijgen een welkomstwoord en het is ook nog eens een eerbetoon aan Harry. Oh, want ik wou net vragen, wat de fuck heeft dit te maken met Harry Musquet? Maar dat is Harry dus... is er. Oh, kijk. Nou, en, nou ja, en nu zijn er wat optredentjes zo meteen. Ja, moet even luisteren. Ja. We zijn nu eind in de kerk. Ja. Dat is gewijde grond. Ja. En ja, de legend is ook al aanwezig hier. Dat meen je niet? Ja, QB zit al in de kerk. Maar dan ga ik hem even zoeken. Hij was te vroeg gekomen, maar... Oké. Ik ga hem even zoeken. Deze DVD werd overhandigd aan mij. Deze DVD werd overhandigd met alle jonge mensen. Heel goed gedaan. En er waren nummers bij van mij die ik eigenlijk bijna niet meer herkende. Trekkers, schreeuwkoor, gigantens. En nog veel meer. Zulks waren wij op het doorzien. Vandaag nog Piet Breuk met de hoofdrolspelers. Stijn de Leeuw, Annemarieke Bakker in de bijzijn van de regisseur Tom Bekert. Zorg dat u erbij bent. Nu een oog.